Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Weet je wat ik dus heb met de Dyson? Mijn haar, omdat je het natuurlijk helemaal doet, wordt het, mijn structuur van mijn haar wordt anders, maar het wordt daardoor heel snel plat. Ik denk dat ik eigenlijk qua Dyson alleen mijn voorste plukken moet doen. En nu zit het gewoon messy. En dit. En niet mijn hele haar, want dat is met stijlen en feunen. Ik hou er meer van als mijn eigen structuur is van mijn haar. Dus ik ben er nog steeds een beetje mee aan het oefenen. Ik ben, voel me heel erg goed en blij en zo. Het gaat echt beter. Maar ik ben wel heel moe, omdat ik dus... Ik heb vannacht 9,5 uur geslapen. Maar de dag ervoor 1,5 uur, als je het vroeg hebt gezien. Dat is wel echt heel extreem. Dus dat ga je deze hele week nog moeten inhalen. En ik wil natuurlijk zaterdag wel echt fit zijn. Ik ga nu naar EMDR. Ik heb geen EMDR dit keer. Ik heb dus nu 3 keer EMDR gehad. Oh ja, trouwens mijn wenkbrauwen. Hier zijn allemaal velletjes er al afgevallen. En hier is het nog hard. En de kleur wordt al beter, zie je dat? Maar nu ziet het er gek uit, omdat het nu hier donker is en hier licht. Dus ik weet niet. We'll see. Ik heb dus geen EMDR, maar ze gaat een soort van. Ik weet niet of het systeemtherapie heet. Ik zal het straks vertellen. Maar iets met energieën en zo vond ze leuk om te doen. Dat was toen omdat ze het hadden over gevoel en verstand of stemmetje, zeg maar. Ik merk dat ik nu wel iets heb van. Nou, het gaat goed. Ik hoef niet echt erheen. Ik merk al verschil. Maar dat is. Ik geloof erin dat je dan juist nog even moet blijven gaan. En niet snel moet denken. Het is goed zo. Ik ga even snel een cappuccino maken, want ik moet over 5 minuten weg. En ik wil heel veel doen vandaag. Het is heel slecht weer, maar ik moet sowieso sporten. Oh, ik vergeet mijn sportkleren. Ik wilde eigenlijk ook bij de al die boodschappen doen, maar dat wordt hem denk ik niet. Ik ga na therapie. Therapie klinkt zo gek. Ga ik dan naar de mall. De Westfield Mall. Ik moet de verjaardagsoutfit en het liefst voor morgen. Morgen ga ik mijn nagels doen. Dan weet ik wat erbij past. Maar mijn energielevel is niet echt dat ik zin heb om te gaan shoppen per se. Maar goed, koffietje erin. En ik zie jullie straks weer. Zo, ik ga even naar de mall rijden en eventjes dat vertellen. Ik zei al tegen haar, dit ga ik echt niet zo uitgebreid vertellen, want dat is super vaag. Maar ik wil toch. Ik zei al tegen haar dat ik dus alles helemaal vertel. Zegt ze, oh wauw. Ja, ik wil gewoon, als ik straks ineens veel vrijer en lekker in mijn vel zit, wil ik wel kunnen uitleggen waar dat door komt. Dat gun ik jullie ook, dat jullie dat en natuurlijk in het verhaal van mijn vlogs. Dat er niet ineens een gat zit van, je bent best wel veranderd in positieve zin, hoe kan dat? Maar ook om jullie te helpen of om terug te kunnen kijken later, voor wie dan ook. Ja, maar het was weer heel leuk. Ik zal een beetje inzoomen. In deze auto kan ik echt wat mooier vloggen. Ik ga nu dus naar de mall. We hebben, het is niet systeemtherapie, want dat is dat ene dat je met, dat je familieopstelling gaat maken. Dat was het niet. Het was systeem, hier een blaadje wil ik dat laten zien. Nou, waarom niet? Ik laat het gewoon zien jongens. Ik heb echt... Dat kan mij het schelen. Als mensen dit raar vinden of zo, dan vind ik het maar raar. Ik doe het voor de mensen die er wel voor openstaan. Die het interessant vinden om te weten waarom ik misschien positief verander. Maar ook misschien zelf er wat mee willen. Of het überhaupt interessant vinden. Want al deed ik dit niet voor mezelf, vind ik dit ook qua psychologie en zo. En ik zei ook voor mijn opleiding die ik nu doe voor kindercoaching, heb ik hier ook heel veel aan. Het is zo interessant. Dus ik wilde het en graag meemaken. En ik was blij dat ik een onderwerp had om... Ik heb zoveel goede verhalen over EMDR gehoord. Dat ik dacht, ik wil dat ook, maar ik heb niks. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik heb wel iets wat ik kan aanpakken. Maar goed, dit was geen EMDR, maar dit was dus dit. En het was heel grappig. We gingen... Ik vond het ook best wel awkward. Het voelde een beetje weer alsof je op school bent. En of op de pabo of zo. Iedereen kent dat gevoel wel, toch? Dat je een soort van groepsoefening moet gaan doen met z'n allen. En dat je denkt, oh my god, dit is zo awkward. Ik kan dit niet, ik wil dit niet. Dit is vet zweverig en vaag. Het was wel mooi, want ik ga nu natuurlijk winkelen voor mijn verjaardag. En ik zei al tegen haar van... eigenlijk ben ik daar natuurlijk ook omdat ik het allemaal wat minder belangrijk wil vinden. Dus uiterlijk of bla bla. Maar eigenlijk is het gewoon omdat ik wat lekkerder in mijn vel wil zitten. Dat is eigenlijk wat ik heel graag wil. Wat een lieve vrouw is het ook, zeg. Maar ik zei eigenlijk wil ik niet dat het me niet meer uitmaakt. Ik wil gewoon... Zoals, ik heb nu weer deze outfit aan. Want ik heb nu gewoon op dit moment heel weinig outfits waar ik zo blij van word. Maar ik zei, ik word zo blij van nu zo'n lekkere witte broek met sneakers en zo. Voel me helemaal mezelf. Voel me helemaal blij en goed. Dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon straks in die paskamer staan. En ik zei al, iedereen vindt zijn lichaam niet mooi in een pashokje. Het is verschrikkelijk. Maar ik zou gewoon willen dat ik dan lekker een outfitje pak die ik leuk vind. En dat hij dan ook gewoon leuk staat. En dat ik er blij van word. Dat het niet zo'n struggle wordt. Ik zie er ook niet tegen op om kleren te moeten gaan zoeken straks.
Terwijl normaal is het gewoon best wel een struggle geweest. Dat heb ik ook toen natuurlijk in mijn vlogs gedeeld. Van, ik vind dat niks me staat. Dat is eigenlijk heel zielig, maar dat is wel gewoon hoe het was. En dat is al stukken minder geworden. We hebben wel EMDR gepland voor vrijdag over 2 weken. We konden dus vandaag, zei ik ben niet per se dat ik zo strikt me aan de protocollen wil houden. Maar met dit wel, zei ze, je hebt echt 2 weken nodig om die EMDR te verwerken. En het is nu 1,5 week geleden. Dus daarom deden we onder andere geen EMDR. En wat ik net eens in beeld liet zien, dat hebben we gedaan. Het is grappig, het zijn gewoon placemats van de IKEA, zei ze. En dan moest je dus echt erop gaan staan en had je dus rollen. En nou, het is heel apart. Je voelde je op een gegeven moment... Het is veel minder gaaf dan EMDR, hoor. Dat vind ik wel. Ik heb niet het gevoel dat ik nu zoveel heb bereikt. Maar het was ook... Ik zat daar en ik dacht ook van ja, ik voel me eigenlijk al veel beter. Zij van waarvoor beter hier nu? Ik zei ja, meer omdat ik gewoon niet snel wil stoppen. Maar ik voel me eigenlijk al veel beter. Je moest eerst de kleuren kiezen. Dus een vrije ouder bijvoorbeeld. Of een voedende ouder, sorry. Welke kleur? Nou, heel snel kon ik een kleur kiezen. Zonder na te denken. Dus dat vond ik al een vooruitgang. Normaal kies ik wel de goede kleur. Gewoon bam, op gevoel, die kleur. En dan had je dus het midden. En toen ontdekte ik wel dat ik dus me best wel geaard voelde bij het aangepaste kind. Want ik gewoon heel erg heb geleerd om me met dingen aan te passen. En dat vrije kind eigenlijk het allerleukste is. En op een gegeven moment dan voel je ook je houding veranderen. En bij de ene voel je... bij de kritische ouder voelde het ene keer best wel goed. En de andere keer heel wiebelig. En bij de voedende ouder werd ik heel blij. En moest ik echt oprecht gewoon lachen. Wat super vaag is. En dat ben ik ook heel erg... Nou ja, ik hoef niet per se in detail te treden. Want ik weet het zelf niet eens meer precies. Maar het was heel interessant hoe je voelde. Hoe je stond op zo'n... met en hoe dat met elkaar verbonden was. En het is gewoon heel goed voor je inzicht. En gewoon met als doel van ja, dat vrije kind wat iedereen in zich heeft, dat je dat gewoon graag wil zijn. En dat het er ook echt wel heel erg in zit. Maar dat het dus een beetje afgeremd wordt door vaak dat kritische en zo. Wat ik in de 2 EMDR vlogs eerder heb verteld, zeg maar. Maar ik merk dat het allemaal al zoveel minder is, dat kritische. Dat stemmetje waar ik het toen over had. Het is al veel vrijer en veel meer op gevoel. Dus het is heel gaaf. Ik had het liefst ook eigenlijk weer EMDR willen doen. Omdat het gewoon zoveel voor je doet. Maar dat kon nu nog niet. En dan de volgende keer weer EMDR. En dan is het een paar weken weg. Dus dan is het eventjes een paar weken niks. Maar dat is niet erg. Want ik denk dat ik al best wel ver ben. Ze zei ook, je zit hier heel goed. Je zit lekker. Ik zie het aan je. Je zit hier goed, zei ze. Het is leuk, fijn. En ik kan het iedereen wel aanraden. Ik denk dat iedereen wel iets heeft wat hij zou kunnen aanpakken. En nu ga ik lekker winkelen. En ik ga jullie natuurlijk meenemen. En ik hoop dat ik gewoon lekker een beetje niet te lang daar hoef te lopen. En snel... iets leuks kan vinden. Het liefst ook iets van een soort van spijkerpak. Dat vind ik echt het allerleukst. Ik hou van spijkerstof. Of blauw of wit. Maar het liefst iets met spijker. Maar ik ga gewoon kijken omdat ik daarnaar op zoek ga. En ik vind het niet, dus dat ook irritant. Mijn wenkbrauwen zijn trouwens al een beetje aan het vervellen. Ik heb niks tegen haar gezegd over mijn wenkbrauwen. Maar ze zien er heel... Hier zitten er allemaal korsten en hier niet. Maar goed. Ja, ik voel me goed en blij. En we gaan er weer een gezellige week van maken. Ik heb zoveel zin in mijn verjaardag. Echt niet normaal. Het wordt zo leuk feest. Ik vind het ook zo leuk dat ik het samen met de dochter van mijn vriend dus vier. Dat we met z'n tweeën gewoon echt heel veel zin in. En ook die taart die ik heb besteld. Kan niet wachten. Oké, bye. Mijn tip als je naar de mall gaat, doe geen jas aan. Want en het loopt makkelijker en het is hartstikke warm. En ik weet niet welk garage ik ben, maar ik probeer uit te komen daar bij de Monkey en zo. Oh, super chill dit. Huh? Ik kom letterlijk midden in de mall uit. Ik wist niet dat dit kon. Oh, dit is niet waar ik wilde, maar oké. Okay. Lekker stappen zetten. Dat zijn deze schoenen. Bij de H&M. Geweldig. Niet in mijn maat. En ik heb al wel veel schoenen. Oh my god, ze hebben blijkbaar 70% korting hier bij Victoria's Secret. Maar alles is op. Dus ik heb alles wat misschien zou passen even bij elkaar gegrepen. Maar... dit is de enige die een omtrek 36 heeft, maar dat is dan D. Maar ik denk, ja, ik kan het altijd even proberen, toch? Helemaal leuk. Zo, maar ik weet niet of ik dit helemaal mij vind. Ik vind het een beetje granny style of zo. Deze is wel echt mooi. Oké, dit is wel echt super sexy. Hij is eigenlijk net een beetje klein. Kijk hoe pretty dit is. Dit is ook wel leuk, maar ja, die dingen zijn gewoon zonder korting gewoon €130, hè? Dit is wel echt sexy. En dan hebben we nog een soort corset of zo. Op zich allemaal wel leuk, maar niet echt waard om hier super veel geld aan uit te geven. Zou je dus als topje of zo kunnen dragen? Very ugly. Dat vind ik echt heel lelijk. Het is niet mijn kleur. Ik vind het echt. Het oranje echt niet mooi. Ik
haat winkelen. Als je iets nodig hebt, te erg. Ik ga naar huis. Ik ga lekker weer online bestellen. Ik word hier zo moe van. Het is ook schoolvakantie. Daar heb ik niet over nagedacht. Dus het is zo druk. Ik hou er gewoon niet van. Troepjes en dingetjes heerlijk. Maar als ik echt iets nodig heb, ik weet precies wat ik wil, dan doe ik het eigenlijk liever online. Niet dat ik het daar heb gevonden, maar toch. Lekker naar huis. Ik had trouwens een sapje gehaald. Ik heb echt in tijden geen sapje gehad. Ja, met Nicole had ik toen wat geproefd in die proefvideo. Maar ik dacht, ja, ik moet toch echt eventjes iets eten wat een beetje gezond is. Ik had niet echt honger, dus ik dacht, ik haal gewoon een sapje. Het was zo'n sapje met qua vruchten alleen appel en groente, wortel en dan verder nog gember, kurkuma en zwarte peper. Hij was niet heel sterk, maar ook niet heel zoet. Hij was wel lekker. En nu ga ik even naar de Quantum. Kijken of ik nog iets leuks voor de tuin zie. En dan naar de Jimmy. Ja, bij de Quantum vond ik wel een aantal dingen mooi. Maar het zit gewoon niet super lekker voor 900 euro. Dan denk ik ook beter dat een action setje halen of zo. Bij Leen Bakker en Jisk vond ik allemaal niks. Ik vond alleen een schommelbank bij de Jisk heel leuk. Maar die is wel 350 euro. En ik dacht, oké, ik ga hem gewoon meenemen. Maar er is er niet. En online is het 4 tot 8 werkdagen. En ik wil hem dan wel voor zaterdag hebben. Dus ik zou na de sportschool naar Hazers, nee, ergens kunnen rijden. 22 minuten. Ik zou het kunnen doen, maar misschien moet ik het eerst even met haar overleggen. Maar hij zit wel lekker. En ik hou van schommelbanken. Maar het is op zich wel ook wel weer veel geld. Ik ben zo moe. Ik heb zo geen zin om te sporten. Maar ik ga het wel doen. Alleen, ik ga mezelf even de Stairmasters besparen. Omdat ik al zo heb gelopen vandaag. En heel moe ben. Dus ik ga de Stairmaster wel even voorafgaand aan mijn armtraining doen woensdag. In plaats van nu. Dan ga ik nu gewoon alleen maar kracht doen. Kijk hoe moe, jongens. Die nacht kort slapen hakt er echt in. Oh, ik moet even mijn Apple Watch uitzetten. Ik ben in de sportschool omgekleed. Maar ik heb nu weer even de jasje eroverheen gedaan. Heerlijk trouwens, die jasje. Het is kort, maar het loopt net rond. Dus het gaat zo net perfect zo over je buikje heen. En dan helemaal leuk. Ik vind deze sportlengte ook wel leuk. Ik hou echt van dit jasje. Ik wou echt dat ik dit had bewaard voor mijn verjaardag. Want nu wil ik me niet meer om mijn verjaardag aan. En nu heb ik geen verjaardagsoutfit. Terwijl ik het anders best leuk had gevonden. Nou, ik weet niet. Ik heb geen verjaardagsoutfit dus. Maar ik heb vandaag eindelijk, en ik ben echt super blij, de hip thrust kunnen doen. Dat goede apparaat hebben ze sinds een tijdje hier. Echt die, nou ja, volgens mij wat luxere hip thrust. Ik heb het op Insta gezet. Mijn batterij is bijna leeg. En ik wil nog naar Van der Spek Zevenhuizen nu gaan. Terwijl ik maar heel weinig batterij heb. En ik heb maar 11%. Ik heb natuurlijk een Apple Watch die batterij heeft. Maar die gaat qua internet op mijn telefoon. Want ik vond het zonde van het geld om een simkaart erin te nemen. Maar oké, ik ga naar Van der Spek Zevenhuizen. Om even te kijken voor plantjes en meubels. Want het wordt al zo lang getipt. Charlotte gaat erheen. Dus ik ga het nu doen, jongens. I'm listening. En ik heb dus de hip thrust gedaan. Een tijdje geleden zei H tegen mij toen we een keer samen in de sportschool waren van doe die en mijn onderrug ging kapot. En ik zie steeds allemaal meiden met mooie billen doen en ik hoor van iedereen hip thrust is de key. Dus ik dacht ik kan hem wel gewoon thuis gaan doen, maar dat doe ik niet. Dus ik zei net op Insta, waarschijnlijk door die back extension, dus dat naar achter duwen. Die kon ik eerst echt niet, deed zoveel pijn en die doe ik nu best wel zwaar. Is mijn onderrug denk ik sterker geworden, want ik kon de hip thrust. Ik vond het heftig, het was echt heel heftig. Ik heb maar een schijf van 10 kilo erop gedaan. Dus dat is vergeleken met de andere dingen heel licht. Maar het lukte. 8 keer. En dan 4 setjes. Dus daarna voelde ik niet echt mijn billen, maar vooral mijn achterbenen. Maar dat is volgens mij ook goed. Maar ik moet natuurlijk even nog gaan focussen op billen aanspannen en zo. Ik was nu vooral aan het overleven. En ik doe nu sinds 3 of 4 keer de single leg press. Ik kwam erachter dat mijn rechterbeen veel zwakker is. Dus gevraagd, ja, dan moet je dus beginnen met je rechterbeen. Zodat je meeste kracht daarnaar gaat. En je ander net zo zwaar doen tot je op gelijke kracht zit. Gaat steeds beter. Hels, zo zwaar. Dus zo heb ik er 2 nieuwe oefeningen toegevoegd. En ik heb 1 oefening dat ik zo mijn been naar achter moet kicken. Vandaag even overgeslagen. Want ik was zo verzuurd. Ik kon niet meer. En de rest super goed gedaan. Het is heet in deze auto. Maar super goede training. En dan merk je ook van oké, al ben je moe. Krachttraining lukt eigenlijk altijd wel. Oké, ik ga dus naar Van der Spek en mijn telefoon is leeg, dus ik zal in plaats van Insta lekker even, denk ik, vloggen als ik iets leuks zie. Oh jongens, wat een ervaringen weer. Sowieso kan ik het niet. Oh, het is hier. Ik ben er voorbij gereden. Hij stuurt me sowieso er langs. Ik had nog maar 5% batterij, dus hoe kom ik terug? Nou, terug moet me wel lukken. Oké, ik ben er. Dus ik denk, oké, ik zie een tank, Argos, ik ga tanken. Nou, eerst weet ik niet aan welke kant mijn parkeerdop zit. Ik zit aan de verkeerde kant. Dan weet ik niet hoe die parkeerdop open gaat. Dus ik aan een man dat vragen, die mij helpen. Zit blijkbaar onder mijn stoel. Ik zei, waarschijnlijk zit het in mijn auto een knopje. Maar ik heb echt, oh, ik ga de verkeerde kant erin ook nog eens. Sorry, weet ik het allemaal. Ik zie geen andere ingang. Oké. Sorry, pardon. Bananen, 1 kilo, 1 euro. Nice, ik eet alleen geen bananen. Dus hij doet die tankdop voor me open, dus ik tanken. Nou, doet hij het niet. Dus ik met mijn
Apple Watch, met mijn telefoon, contactloos doen, mijn pinpas en dat doet het niet. Moest ik blijkbaar nog bevestigen welke pomp ik stond. Maar er stond maar één pomp. Er stond gewoon, u kunt nu tanken aan pomp 3. Maar blijkbaar moest je dan klikken op pomp 3. Dus een andere man weer, want die ene man was weg, die heeft me dat dus uitgelegd. En nu heb ik voor het eerst in mijn leven getankt. En nu ben ik dus bij Van der Spek 7000. Nou, helemaal gezellig de paddy. Ik vind dit dus heel cute. Niet als lounge, maar als extraatje. Maar ik vind het ook niet duur voor hardhout. En ik heb een super mooi plantje gekocht die dan nog wel groter moet worden. Maar die vind ik heel leuk. Trouwens, ik ben nu thuis. Kijk, dit heeft haar dus gedaan. Deze is helaas net een andere kleur goud, wat dezelfde serie is. Maar dit is zeg maar goud wat je overal hebt. En dit is echt heel mooi. Wat je bijna nooit kan vinden van dat mooie messing. Maar op beeld zie je het heel erg, maar met het oog valt het mee. En hij heeft ook dus hier een gouden ding. Leuk, hè? Wow, ik zie ineens aan mijn benen dat ik van die sportbenen een beetje krijg. Zie je? Zie je wat ik bedoel? Van die sokken zo hoog. Dat hebben we ook altijd die girls. Van die fit girls. Dat was gewoon toeval dat ik dat had. Oké, even naar boven alles tillen. Oké. Zodra het stil is, ga ik altijd zien. En daar word ik zo gek van bij mezelf. Hi, babybeer. Oh, ik even de oven aan doen. Oh, dat is heel zwaar. Ik zit net bij Van der Spek gekocht. Hi, baby. Oké, de mensen bij Van der Spek waren heel aardig. Sowieso leuk om daar iets te kopen. En we vonden de lounge chats heel mooi. Oh, haar was uit zijn werk ook gekomen. En ik zei, het is toch dichtbij, kom ook eventjes. Dus we hebben overal op gezeten, maar ademen. De sets die we zeg maar mooi vonden, vonden we niet zo goed zitten qua rugkussens. Dus we gaan morgen terug. Morgen is de dochter van mijn vriend er niet. Dus dan hebben we die middag tijd om eventjes erheen te gaan. We hadden zoveel haast, dus we hadden ook echt geen tijd. Maar we hebben bij de verse winkel even limoenen, heel goedkoop. Basilicum, dat was voor het feestje. En eitjes gekocht. En dat was het. En deze plant, die ik dan groter wil laten worden. Die lijkt me heel leuk voor links bij de bank. Mooi puntje. En die kost dan €2,95. En als je dus een hele grote plant wil, bijvoorbeeld zijn ze 50 of zo. Maar deze kan je dan zelf laten groeien. Nou, niet zo aanzetten, poesie. En ik heb dus bijna niks bij de mall gekocht. Ik heb bij de Monkey... Het is volgens mij echt hetzelfde blouseje als die ik zo vaak draag. Maar dan in maat S, want hij viel groter en langer. En hij was dan €30 met... En dan nu 30% eraf. Zal ik nog zo'n blouseje hebben, want dat is echt mijn fave. Alleen deze is dus wat een langer model of zo. Dan heb ik bij de Victoria's Secret toch dit corset gekocht, want ik vond het toch wel leuk. Het is niet echt een corset, want hij heeft geen borstvorm erin, maar ook weer wel. En deze. En ik vond de prijzen eigenlijk belachelijk, maar ik vond het met die korting wel heel leuk. Want die corset was dus van €104 voor... In ieder geval in totaal was het €70. Dus deze was nu €40, wat ik eigenlijk heel duur vind, maar ik vond het wel heel leuk. Ze zitten ook heel lekker. En deze was dan €30. Maar de prijzen zijn echt absurd. Ik ben alleen de prijzen gewend van in New York. En daar zijn ze echt niet zo duur. En dan het allerlaatste, bij de Stradivarius heb ik 2 paar oorbellen gekocht. Deze. Hoe leuk is dit plantje? En deze. Vond ik helemaal leuk. En dat waren mijn aankoopjes. Ik moet nog even laten zien wat ik gisteren bij de Action heb gekocht trouwens. Waarom ben jij zo wollig? Komt het dat jij zo wollig bent? Poesie, je weet dat je nu ligt? Oh my god, heb je me ook voor deze schattige poesie. Hoi. Mijn biggetje. Kusje aan de kijkers. Ja, kusje. Goed zo. Hi. Als je het met één hand zo hebt, is het echt heel schattig. Jij bent een kleine baby. Ja. Jij bent een baby. Waarom wil ze niet weg? Hi. Kleine baby. Kleine baby. Kleine baby. Kleine baby. Kleine, kleine. Nina, waarom graag je als een baby? Hey. Babybeer. Nou, dan gaan we even samen een extra vlog doen. Je ziet echt uit alsof ik je vermoord. Oh ja, nu wil je niet af en zo hoog zijn. Rustig, wacht. Kom maar. Ja, poesie. Bij de Action heb ik deze lijst gekocht voor nog beneden in de gang. Een tafelkleed voor het weekend. Een eindelijk screen protector voor mijn eigen iPhone, want die hebben ze nooit. Zo'n tap voor het weekend. En ik had dus een vet leuk idee. Oh, dit is ook voor het weekend. Met tissues en nog 2 paar droogbloemen. Die hadden ze trouwens ook bij Van der Spek, maar ik vond ze niet heel leuk. En mijn idee was dus, ik wil even niet te veel afwas, dus wat slechter voor het milieu, oké. Maar
grote American cups. Of nou ja, het zijn niet echt American cups, maar wat grotere cups. Leg ik er stiften naast en dan schrijf je dus je naam erop. En dan weet je nog welke beker van jou is. Hoe leuk. Toch? Toch, Boezie? Ja, dat vind je ook mooi. Oh ja, en nog dezelfde lijst als waar ik die kaartjes in had gedaan. Want ik vond het leuk om misschien nog een keer zoiets te doen met kaartjes. En een zwarte lijst, alleen dan kwamen we erachter dat die net anders is dan die. Dus eigenlijk moet ik gewoon twee dezelfde halen. Want ze vinden het wel mooi als er twee lijsten hangen straks. En een oplaadbaar lampje voor in deze die ik ooit in de kringloop heb gekocht. Want die willen we in de gang hangen, maar we kunnen hem niet op elektra aansluiten. Dus dan met zo'n led erin. Oh, en hiervoor ging ik naar de Action. Tuinkleden. Dat is blijkbaar helemaal leuk. Ik kende het dus helemaal niet. Maar we hebben er hier vast eentje neergegooid. Zo wordt het natuurlijk niet. Kunnen jullie voorstellen dat hier gewoon straks een lounge set staat? Ik kan het me echt niet inbeelden. We hebben ook zo'n goot. Dus dat wordt ook niet handig. Maar dan, dit geeft sfeer. Als je het mooi doet. Maar het moet nog steeds mooi worden hier. Nou, dat was het weer, jongens. Adieu. Je ziet gewoon meteen dat hij is gekookt. Zo lekker deze kool weer. Kip van spek. En hij heeft dus asperges met ham en avocado gehaspt en eitje. Very yummy. Toch, Poesie? Hi. Hi. Kom maar. Nou, oh, lieve baby. Lieve baby. Kom maar. Kom. Ja, rollade. Aggressive? Aggressive, kitty? Oké, even 10 seconden doorspoelen als je dit goor vindt. Ik ga even wat goors laten zien. Kijk, dit zijn zeg maar die schilfers die dus van mijn wenkbrauwen afkomen. Ja, het is gewoon dode huid met pigment. Maar dan zie je een beetje wat dat dus is. Het is dun gewoon, maar dat zijn dus die flakes. Ik deed het vitamine E crème op en dit komt er dan zeg maar af. Dat is alleen maar goed, maar dan weten jullie een beetje hoe dat eruit ziet. Oké, ik heb nu een afspraak met Mamo Joe. Kijk even naar mijn nagels. Dit is 3 weken geleden. Hoe dan? Het is wel echt heel goed hoor. Omdat ze het dus zo goed... Bij de aanzet ook heeft gezet, groeit het gewoon niet uit. Ik heb alleen nog geen make-up op en ik moet er ook 5 minuten zijn. Zoals je kunt zien is dit gewoon mijn nieuwe favoriete broek. All Liberty uit. Zeg maar, ja, je trekt hem even op en hij zit gewoon weer prima. En mijn favoriete schoenen. Het is niet dat ik nu mijn best heb gedaan op een outfit hoor. Ik dacht, ik kan niet weer dit spijkerhuisje aantrekken. Het liefst heb ik die elke dag aan. Oké, ik doe gewoon eventjes heel snel. Als ik heel snel even wat moet doen, hoef ik dus niet mijn wenkbrauwen meer te doen. Dat is echt een verademing in mijn leven. Dan doe ik dit. Hop, 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 hop. Oké, over 1 minuut weg, dan red ik het wel. En ik heb gisteren een beetje gekeken wat ik voor mijn verjaardag wil. Maar ik heb natuurlijk nog geen outfit. Maar ik denk dat ik iets wil met zilver, shimmer, white, blue. Een beetje die vibe. Ik dacht tegenwoordig ook ineens allemaal zilver. Ik heb trouwens gisteren dus die gouden oorbellen gekocht. Maar misschien doe ik die helemaal niet in. Want ik draag natuurlijk ineens allemaal zilver. Raar is dat hoe dat kan veranderen. Vroeger droeg ik altijd zilver. Toen een paar jaar echt alleen maar goud. Oppassen dat ik mijn wenkbrauwen niet raak. En nu dus weer ineens... Helemaal zilver. Eigenlijk sinds ik bij de kapper ben geweest. Nog steeds even neer. Door even neer draag ik zilver. Deze trui kriebelt een heel klein beetje. Deze had ik aan toen ik mijn wenkbrauwen voor het eerst ging doen. Daar moet ik echt aan denken bij deze trui. Eigenlijk een beetje een comfy trui. Nou, hoezo dan? Het liefst doe ik nu nog even mascara op. Maar wat hebben zij liever? Dat ik mascara op heb of dat ik op tijd ben? Nou, wat zou het antwoord zijn? Nee, maar ik red het wel. Oké. Okay. Gisteren had ik toch ook heel dun, crappy mascara met wimpers die helemaal omlaag stonden. Nou, dat doe ik nu dus ook. Hallo. Ik ga denk ik bij voorkeur nooit meer in het weekend een uur slapen. Want je merkt gewoon dat je dat de hele week moet gaan inhalen. En dan heb ik zaterdag mijn feest. Ja, daar wil ik wel natuurlijk gewoon zo lang mogelijk genieten. Dus waarschijnlijk ga ik dan ook heel kort slapen. Maar ik vind dat ik het best goed doe op bijna slapen. Het is gewoon, als je vrolijk bent, nou ik weet niet wat er met mijn wimpers aan de hand is, gisteren ook al, maar goed. Het zit voor geen meter, het is helemaal uitgezakt. Of de mascara is niet meer goed, of ik word oud, of ik heb het niet goed gekruld. Nou, ik ga en ik zie jullie zo bij Mama Jo en ik heb er echt zin in. Gaan we weer even een TikTokje maken. Ja, was echt leuk vorige keer, ook die dat ik mijn handen zo in elkaar had, weet je wel? Uh-huh. Dat zag er echt leuk uit. Nou, dit is dus de before, ze zien er echt nog super goed uit. Maar ik wil iets heel anders. Gaan we nu vorm maken? Oké, het is nu in vorm en er zit een doorzichtige bio overheen. En dan doen we met gel lak wit. En daar overheen gaan dan nog verschillende effecten. Gaan we taartjes doen. Ja, leuk.
Buikwind. Oh, je gaat al voor de... Kijk, wauw. Ja, dat vind ik heel mooi. I love it. Oh, kijk nou. En met blauw een beetje glitterd. Kijk. Ja. Ze is achter een beetje blauw. Heel mooi. Ja, dit wil ik. Oh, dat vind ik echt prachtig. Ja, dit is eigenlijk wat ik een beetje bedoelde ook. Nou, eentje nog als terug. Birthday. Dan wil ik helemaal zo'n leuke foto maken straks met mijn taart en die nagels. Ja, was ook leuk met babyboom. Dat is ook leuk. Babyboom. Ik heb een taart met wit met madeliefjes erop. Oh. En een red velvet. En dan nog een taart helemaal blauw. Met carrot cake. Mm-hmm. Zo lekker. Taart wil je op de ring vinden of middel? Ja. Ik denk middel. Maar het maakt me niet uit. Ik weet niet waarom ik wil naar in. Ring? Middel, ja, zeker middelvinger op. Mag jullie, ik ben jarig. Ja, ja, is goed. Mag jullie, ik ben jarig. Maar misschien, als we blauwe taart doen, moeten we deze ook blauw maken, deze nagel. Kan. Toch, ja, dan komt blauw een beetje terug. Ja. Op de wijsvinger. En dan doen we dezelfde glitter. Met die glitter, ja, van de pink, hè? En dan ja. Dat bedoelde ik dus, oh! Zo, dan komt de D gelijk als ja. Je zit de... Oh my god. Oh my god. Ze was echt lang met me bezig. Want ik wilde dus heel graag echt super mooi iets met wit, blauw. Ik wist het niet helemaal. En uiteindelijk komt het bij haar altijd goed. Dat is zo fantastisch. Kijk dit. Ik kan nooit mijn pink laten zien. Die gaat een soort van... Dat is toch niet normaal? Zien jullie dat hier een taart zit in de middag? Kijk. Heel subtiel, ik was niet kinderlijk. Dus hier is een taartje getekend. Dit is lichtblauw met spiegeleffect. Dit is wit met spiegeleffect. En dit is dan wit met glitter allebei. Dus toch niet te doen. My gouda. Ook als je het buiten nog met zonlicht ziet, is het gewoon nog mooier. Dat kan bijna niet. Kijk dan. Niet normaal. Hier. Nou, mocht je dus ook in Zoetermeer wonen of in de buurt, jullie kennen mijn nageldrama's die ik altijd heb gehad. Ga naar Mama Jo. Ik ben bij Tatjana. En noem mijn naam, dan krijg je 10% korting. Ik heb nu dus doorzichtige biop en eroverheen heb ik dan gel en glitters. En ik ben zo verliefd. En wat voor outfit ik ook aantrek, dit gaat er leuk bij staan. Ik wilde liefst met wit en blauw, ik weet het niet, maar... Oh my good god. Dit is niet normaal. Dit heet dus gewoon... Dit is toch niet normaal. Ik ben zo blij hiermee. Oké, nu ga ik even lekker ontbijten. Dit past ook helemaal. Dit is helemaal hoe ik mij tegenwoordig voel. Is gewoon zilver, blauw, wit. Helemaal mijn kleurtjes. Terwijl ik eerst altijd voor goud ging. Zo verliefd. Even lekker wat eten. Slaapbootjes denk ik. Straks ga ik even naar de stad lopen. En daar pikt Ha mij dan op. En dan gaan we samen dus op zoek naar die meubels. I'm so happy met mijn hele leven überhaupt. Ik ben gewoon zo blij. Mijn brows zijn ook zo mooi aan het worden. Ik ben helemaal... Alles is zo leuk in mijn leven nu. Ik kan niet stoppen met dit laten zien. Weet je wat ik met Roos net bedenk? Ik moet trouwens bijna weg. Ik ga even koffie nemen, want ik ben moe. Maar, al die lipgloss dus. Ik wil die lipgloss eventjes in een andere kleur kopen, dat hij niet rood is. Die plumping die ik in mijn vorige vlog heb laten zien. Of twee vlogs terug. Wat ik nu dus bedenk is dat naar een nagelstylist gaan kan ook gewoon leuk zijn. Zeg maar, ik vond het altijd zo irritant als ik mijn nagels deed. Gewoon, ik hoopte gewoon dat het heel snel was eigenlijk. En ik vond het altijd zo'n tijdverspilling. Ik had er helemaal nooit zin in. En hier is het oprecht zo gezellig. Dat ik dus ook gewoon denk ik nu van, oké, ik heb daar weer anderhalf uur gezeten of zo, maar het boeit niet. Ik vond het echt super leuk. Ik heb geen seconde gedacht van, ik hoop dat het snel voorbij is. Dus dat is ook wel echt een voordeel hoor. De Chinese salons, ja, je kan niet kletsen. Ze zijn eigenlijk niet aardig, die waar ik ben geweest. Oké, wat zouden jullie doen? Je hebt nog 5 minuten voordat je weg moet. Ga je al weg of ga je nog even slingers ophangen? En dat iedereen wel weet waar ik voor kies. Maar hoe hang je eigenlijk slingers op in huis als je nergens spijkers of zo hebt? Nee, deze weet ik waar je moet, want deze hangen altijd. Dus we hier wonen al hier. Ja, ik wil lekker op tijd beginnen, want... Ik wil gewoon geen stress op de dag zelf. En 1 dag van tevoren gaat er waarschijnlijk ook nog heel veel zijn dat je denkt, oh ja dit, oh ja dat. Ja, ik heb nu tijd. Ik heb echt mazzel natuurlijk met mijn leven nu. Deze slinger is niet heel mooi meer hoor. Ik vind deze slinger wel leuk. Mijn man best lang. Volgens mij komt deze nog uit Muiden? Of... Nee, in Muiden had ik een gouden.
slinger, een gouden slinger. Ik zal het gewoon gezellig hier bij de witte muur, vind ik het wel mooi. En hebben we ook nog, oh, ik heb dat plantje trouwens hier gezet, want het was niet groot genoeg. Dus we gaan even een grote plant kopen voor naast de tv. Ik vind het wel een beetje laag. Maar dit vind ik echt een heel leuk plantje voor €2,59. Ik had hem voor €10 ook wel gewild. Dit staat nergens op. Oeh, dat elastiek gaat er echt aan. Heeft iemand een tip hoe je ervoor kan zorgen dat je niet al de liedjes in je hoofd hebt? Bestaat daar een tip tegen? Nu zit ik dus Jesus Christ Superstar te zingen. Dat je denkt, waarom zing ik dat liedje? Oké, dit is niet mooi, want ik kan het niet verder schuiven hier. Hij is hier waarschijnlijk kapot. Oh. Nee, dit is geen gezicht, vind ik. Het moet wel netjes. Oké, nou, ik ga maar lopen. Maar het is wel gezellig. Oké, deze slinger wilden we eigenlijk allebei niet ophangen, maar ik heb hem toch opgehangen, want hij is wel cute. Maar het lijkt nu wel alsof iemand 3 wordt, maar oké. Wel net, hij is er al bijna, dus ik moet echt gaan lopen, want het is 20 minuten open. Doei! Ik ben aan het genieten van mijn nagels tijdens het lopen. Het is vergeten. We vergeten te meten. Oh, we zijn dus even weer bij de Quantum, zodat haar ook nog even kan voelen. Hier vond ik het beste van de... Wat is die vlek? Van de leenbakker en de... Jisk. Vond ik dit. Ja, misschien is het eigenlijk wel lekker dan gisteren bij de Zevenhuizen dinges. Sowieso wil ik dus die deze windcreme. Je kan dus ook gewoon een kerstboom in je tuin. In je terras. Maar ik zei het, ga straks door de terras in. Je kan een olijfboom, een appelboom. Ik heb hier echt bizar veel. Wow. Kijk nou hoe leuk. We hebben helemaal zin om een soort van Spaans land te creëren op ons dakterras. Kijk, op deze set viel mijn oog gisteren. En H vond hem ook mooi. Alleen het probleem is bij deze set. Kijk, het is heel leuk. Hij kost 1300. Je krijgt deze hele bank in een mooie kleur. Je krijgt een tafel. Het is aluminium. Onderhoudsvrij. Je krijgt dit erbij. Deze stoelen zitten er ook nog heel lekker bij. Maar als je dus echt het kussen zo doet... En je gaat zitten, dan kan hij een beetje hier zo ondergaan en dan voel je die leuning. Maar dat is, in principe zet je hem recht en gebeurt dat niet. Dus ik heb iets van, ja, boeiend. Maar als je, ja, echt naar comfort gaat kijken, kan het dus nog beter, kijk. Maar ik denk, ja, je doet hem gewoon even goed of je zet hem zo. Wat maakt het uit? Dus we zijn nu nog een beetje in dubio, want het zou dus morgen al een huis kunnen zijn. En we zouden ook nog een boom bij kunnen bestellen en allemaal andere dingen. Dus dat is wel heel chill. Ik denk dat we wel voor deze gaan. En je kan dus dit deel, deze, kan je er tussen uithalen. Dan kan je die daar op de hoek zetten. Dan maak je hem dus wat kleiner. En dit kan je ook nog als salontafel dan gebruiken. Dat is echt heel erg handig. Ja, we hadden een beetje twijfel. Vooral H, maar we hebben het toch gedaan met een kussenbox erbij. Waar 2 kussens niet in passen, maar het is echt goedkoop. €140. Dus we dachten, ja, we doen het gewoon. Die 2 kussens leggen we wel in een andere kast of zo. Ja, op een gegeven moment wil je ook gewoon keuzes maken. Anders gaat het allemaal zo lang duren. En allemaal hele leuke plantjes met rood fruit en zo. Dus die ga ik in die bakken zetten. Hij moest even zijn telefoon laten repareren. Ze heeft aan het ophalen. En dan willen we even bij de ouders van haar een partytent ophalen. Maar het is nu etenstijd. En we hebben ook geen boodschap gedaan. Dus we gaan waarschijnlijk eventjes hier even een klein hapje eten. Of zo even snel lekker in het zonnetje. We zijn hier beland. Want we wilden iets eten. Hoe lekker is dit allemaal? Ik ben nog nooit geweest. Heerlijk. Ruffel van duur. Met brood, dat eet ik niet. Ik vind persoonlijk wel dat ze echt heel weinig rauwkost erbij geven. Maar verder is het wel allemaal heel lekker. Oh my god, kort gek. Na zo'n dag, vol uitgaven ook, krijg ik een boete binnen. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n hoge boete gehad. Ik zit dus bij zo'n bureau die mijn verzekeringen voor me had geregeld. Om iets te doen. En daar heb ik toen automatisch ook mijn andere verzekeringen bij laten doen. Dat was helemaal niet duur, dat kost helemaal niet meer. Dus ik had hem gemaild dat hij mijn auto moest verzekeren met spoed. En is het dus blijkbaar niet verzekerd, want ik krijg een boete binnen van €409. Dat vind ik zo erg. Dat vind ik echt heel erg. Ik had dus deze ziek leuke oorbellen bij Lovis besteld, maar ik kan er nu even niet van genieten. Want ik vind het echt, ik vind het heel erg, die boete. Maar goed. Dit had ik dus besteld. En dit. Wow, ze zijn wel echt heel zwaar. Ik vind €400 zo erg. Nu wil ik niks meer uitgeven. En nu komen er elke dag duizenden pakketten binnen. Jij moet mij blij maken. Het voelt gewoon zo erg als onrecht. Omdat in die brief die ik toen kreeg stond. U moet uw auto verzekeren, anders kost het €400.
Dus zeg maar, niemand gaat een expres auto niet verzekeren. Want je weet, ik krijg een boete van 400. Dat is gewoon garantie. Het is niet van, oeh, misschien zien ze me niet. Nee, logisch, als je met je auto gaat rijden, maar ook als je er niet mee gaat rijden. Ze zien dat je niet verzekerd bent. Dus niemand doet dat expres. Dus wat bereik je ermee om aan een boete van 409 euro? Ik vind het zo erg. Voor sommige mensen is dat gewoon 4 maanden boodschappen, hè? Of langer. Maar goed, ik heb wel een bezwaar ingediend en gezegd, kijk, kan jullie de mailwisseling doorsturen waarin staat dat ik gewoon in eind februari aan mijn adviseur heb gevraagd een verzekering aan te vragen. Maar waarschijnlijk ga ik daar niks mee bereiken. Ik moet nu maar even me erover inzetten. Maar ik heb niet zo dat ik iets lastig vind in die zin. Maar nu voel ik echt, ik vind het echt heel erg. Dat ik echt denk, het is ook niet van dom, waarom heb ik het niet verzekerd? Ja, ik had moeten checken of het gelukt was. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb hem gewoon gemaild. En ik baal ook dat ik het via hem moet doen. Maar ik had toen ooit een verzekering nodig waar ik voor allerlei uitleg nodig had. Waar ik uiteindelijk niks aan heb gehad. En daardoor ben ik alles maar bij hem gaan doen. Mijn andere auto is ook gewoon verzekerd die ik niet gebruik. Die blauwe oude auto. Ja, ik ga nu maar proberen het even los te laten. In ieder geval, superleuk. Ik heb 2 soorten framboos gekocht. Heritage Himbeer. Dit zijn Johannesbeer. Lekker. Triple Crown Brahmen. En dan hebben we nog 2 vijgjes, kleine of zo. Ik ben echt benieuwd wat dit gaat doen. Dit is er 1. En deze. En dan, hi poesje. Dan hebben we nog de Blue Crab. Dus dat was de grootste blauwe bes die je kon kiezen. En nog een himbeer. Willamette. Dus ik ga even kijken of ik dit allemaal in de bakken kwijt kan. Wow, dit prikt. Auw. Oh. Die framboos prikt echt zwaar. Oh, pardon. Fijn voor mijn nagels dit. Oh, mijn batterij valt uit. Hier zit tuinkers en een slak. Wow, ik durf een slak aan te raken. Wow, wow. Wat doe ik daarmee? Alleen nog de vijgen. Maar dat worden hele bomen uiteindelijk. Nu nog goed onderhouden. Maar als je terras helemaal mooi is, dan motiveert dat ook echt om het onderhouden om het bij te houden. Hi poesie. Nou, dit is in ieder geval heel leuk. Leuker dan zaadjes, want dan groeit er tenminste al wat. Nou, verjaardagsoutfit 1 die ik heb besteld bij Lovis wordt hem niet. Bij deze broek hadden ze dus een heel leuk topje, maar die was niet meer te krijgen. Maar deze broek is echt niet mooi. Totaal niet flatterend, ook heel laag. En dit zou nog kunnen, maar vind ik ook niet. Zoals jullie bij vorige vlogs hebben gezien, weet ik steeds niet echt wat ik aan moet met die gilet dingetjes. Maar ik dacht omdat het glitters zijn, maar het is ook een andere kleur. Maar ik vind het echt niet leuk. Oh, zo spannend. Alles wat ik tot nu toe is niet geschikt voor mijn verjaardag. Dus nee, het is allebei echt geen gezicht. Oh, helaas. Spannend of het gaat lukken. En ik had ook dit topje, die vind ik wel heel leuk. Maar ik durf nog niet echt zonder mouwen. Dus dan zou er een jasje bij moeten. En hij zit ook wel een beetje strak, vind ik. Het is wel birthday. Ik vind het wel heel bloot. Nou, ik zie nog niet echt voor hoe ik dit ga combineren. Dit zou natuurlijk kunnen, maar ik voel me hier dan net niet comfy in. Dit is die broek van de M&S. En die vind ik ook qua model, zeg maar. Ik heb liever een flared. Zo vind ik het wel kunnen. Vind ik dit topje wel staan, maar het voelt gewoon echt. Ik bedoel, het is 15 graden of zo. Dan vind ik dit echt heel heftig. Dat durf ik nog niet aan. Maar ik vind het op zich al wel mooi staan. Alleen hij is net strak. Ik zou niet weten wat ik onder moet dragen. Even keer de bewegingen. Je tieten zitten eruit. Alright, ik ga even naar de stad fietsen. Nog even voor mijn verjaardag dingen kijken. En dan armen en bovenlichaam trainen. En dan zie ik jullie daarna weer. Ben kapot. Wat is er met mijn energielevel aan de hand? Zo, het was echt wikkelen in de sportschool. Ik moest mezelf er echt toe zetten. Van kom op, je kan dit. Je haalt deze. Maar mijn kracht was gewoon minder. Ik ben echt heel moe. Ik snap niet waardoor het komt als het zaterdag maar weg is. In ieder geval, ik heb wel goed nieuws over de 409 euro. Want ik heb niet mijn verzekeringsadviseur, maar wel iemand van het bureau gesproken. En die zegt dat ze het gaan oplossen omdat het wel hun verantwoordelijkheid was. Omdat ik gewoon actie heb ondernomen. Dus dat is vet fijn. Als het uiteindelijk ook natuurlijk lukt. En dus ik heb meteen een vierde van het bedrag uitgegeven bij de solo. Nee, kijk, als je 30 wordt en je hebt er heel veel zin in, dan vind ik dat je wel even mag uitpakken. Oké, wat heb ik niet bij de solo gekocht? Deze bij de Action voor maar 2,50 of zo. Om nog beneden zo'n leuk 3 dingetje te creëren. Een leuk broodgemotje bij de Flying Tiger. Ook heel leuk bij de Flying Tiger. Het was 3 euro geloof ik. Een vliegen ding. Ik heb er 2. Want
Dat vind ik sowieso voor het feest mega leuk en handig om bijvoorbeeld de taart of zo te beschermen. Hoewel ik denk dat we de taart binnen zetten, maar kijk. Vet cute met aardbeien en je doet hem zo erin. En ik berg hem weer op. Heel leuk. Wat is er met mij? Dan nu mijn verjaardagsvlog van de Solo. Dat was 97 euro of zo. Ik kon niet weerstaan om naast die Action Bakers toch ook nog even twee setjes van deze. Niet iedereen geeft ze erom, maar er zijn mensen die denken, oh, vet leuk. En ook nog even rooien. Superleuk. Ik had dus die markers, wat ik zei, dat je naam erop kan schrijven. Dit vond ik gewoon heel hilarisch om een foto mee te maken. Die wordt maar 1x30. Oh, dit is voor de verjaardag van Myla binnenkort trouwens. Ik hoorde net van hen dat ze al heel veel hebben, maar ik kon het niet laten om wat voor hun mee te nemen. Ik heb een supermooie happy birthday slinger, want ik dacht, ja, je kan wel leuk al je oude slingers gaan recyclen. Die al half vol zijn, maar... Ik had eigenlijk zin om gewoon echt leuke slingers te kopen. Deze die je best wel goed kan herbruiken. Heel mooi. Waren ook wel wat prijziger. Hele leuke cocktailprikkertjes. Oh, wat leuk allemaal. Nog een taartprikker. Nog een taartprikker. Om iets te versieren. Ik vond deze zo cute. Cocktailprikkers. Vlaggetjes. Hele leuke Time to Party en Hip Hip Hooray. Ik heb het vooral met je rose gold gedaan. Dit, vet leuk, is voor op je taart. Het zijn mini ballonnetjes. Had ik echt nog nooit van hem even gezien. Serpent, hoe noem je dit? In zilverachtig. En deze. Helemaal chaos, heerlijk. Dit zijn 30 jaar ballonnen met 30 jaar uitgeschreven en gewoon 30. Nog meer cocktailprikkers. En tafelkleed toch nog, want dit is echt... vet mooi. We krijgen trouwens al taartprikkers op de taart. Maar ik wil ook nog de Jumbo chocoladetaart halen. En die limoncello van de Lidl. Dus hip hip hooray. Kan natuurlijk ook ergens anders in. Ik wil gewoon dat het helemaal een groot feest wordt. Dat wil ik al 25 jaar. Dus dit moet er allemaal bij. Nog meer 30 jaar vlaggetjes. Ja, voor 30 heb je natuurlijk superveel. Hele leuke glittervlaggen. Ja, het is zoveel. Ik word hier zo blij van. Hele mooie. Nog meer slingertjes. Dit was een beetje wat chicere lijn of zo. En nog een letterslinger in rose gold. Een folieballon. Ik heb ook bij de Action een helium tank gehaald. Ik hoop dat die goed werkt. Kijk, deze geweldige kattenspeeltjes trouwens voor Poesie. Ik denk dat zij dat heel leuk vindt. Cocktailprikkers plastic met hartjes. Kleine roze bekers. Oh, wat wordt dit geweldig. Gouden 1 voor Myla. Hele schattige kattenballonnen. Waar ik dan misschien nog een 9 op wil schrijven. Blauwe birthday folieballon. En, oh, deze waren ook voor Myla voor mijn eerste verjaardag. Dit dacht ik dat we dit misschien kunnen gebruiken zodat de kantoordeur niet dicht kan. Als je zo'n stootdop ertussen doet. Ik hoop dat dat werkt. We waren al langer op zoek naar iets. Want die moet open blijven voor Poesie. En nog voor Myla heb ik deze hele leuke glitters om slijm nog mee te kunnen maken. Die zijn echt very pretty. Beeld je in dat je deze op je nagels hebt. Maar dat is zo mooi. En die is aan het meedenken voor een outfit. Wat lief. De moeder van Myla. Dit om een folieballon aan vast te maken. En een rol tape. En wat ik dus nu niet heb, is waarvan ik dacht dat ik het ook had gekocht. Iets wat je op de muur plakt. En dan kan je dus een ballonnenboog op de muur maken. Maar ik zie hem niet. Of ik heb hem toch niet genomen, of ik ben hem vergeten omdat ik er zoveel spullen had. Ja, dat was het. En mijn ASOS pakketje komt straks binnen. Dus 1-0 chaos voor mijn verjaardag. Deze is voor jou. Hier, knisperbal. Hier. Nee, wacht, ik vind nooit iets leuk. Oké. Ja. Waarschijnlijk vind je dat leuker, maar dan kan je aan likken. Ja. Slingers ophangen vindt Poesie echt helemaal het einde. Ze dacht dat het voor haar was de hele tijd. Dit is een stokje bij. Oh, Poesie. Ik denk echt dat het voor haar is. Oké, mijn ASOS pakketje is er en ik heb schoenen besteld. Ik denk dat het de mooiste schoenen zijn die ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh my god. Dit is ziek. Dit is toch echt gewoon mijn droom. Oh mijn god. En nu ga ik eventjes al deze kleren passen. Kan. Maar ik vind het niet heel leuk. Het shirt had ik besteld omdat ik hem gewoon leuk vond. Niet per se voor mijn verjaardag. Het is dus zwart. Met
sterren. Maar ik heb dus net ook nog een zilveren broek besteld bij Most Wanted. En dat zou wel weer leuk zijn met dit. Maar hij is wel heel kort. Ik vind hem niet heel erg mijn birthday. Maar ik denk dat het wel een topje is die ik misschien ga houden. Deze broek van Oni was ook niet voor mijn verjaardag. Maar gewoon... Maar hij is wel mooi deze. In deze broek kan ik niet ademen. Dit is echt een hele dure broek van ASOS. Nu, zij zit heerlijk. Maar ik vind dat gewoon zo'n modelbroek niet flatterend. Het past gewoon niet bij mijn lijf. Ik wou het een kans geven, maar dat vind ik gewoon zonde. Een flare vind ik dan veel mooier staan. Terwijl het is shimmer en deze zit gewoon goed. Maar het is zo baggy, weet je wel. Ik vind dat... Ik vind het wel grappig, maar... Hij zit echt heerlijk, had ik niet verwacht. Maar ik vind het gewoon... Ja... Je ziet helemaal niks van de vormen van je benen, zeg maar. Dat vind ik dan een beetje zonde. Terwijl hij is hartstikke leuk, maar wat vinden jullie? Geen model. Terwijl je kan hier wel een heel leuk topje op dragen. Hij zit echt heerlijk high waist. Maar nee toch? Hetzelfde voor deze. Deze is ook echt 180 euro of zo, maar ik wou het gewoon proberen. Maar hij weegt iets van 15 kilo volgens mij. Hij is loodzwaar, maar als je hem aan hebt, voel je het op zich niet. Alleen gaat daardoor wel natuurlijk een beetje naar beneden trekken, omdat hij heel zwaar is. Ik vind het heel leuk, maar het komt niet mijn figuur ten goede, vind ik. Vinden jullie ook? Toch? Je benen en alles lijkt veel groter dan het is. Terwijl het is hartstikke vet. Ik bedoel, kijk de parels. Ik heb ook een jasje erbij. Het jasje matcht echt helemaal niet hierbij. Ergens vind ik het hartstikke leuk zo'n broek. Maar er moet dan wel een strak shirtje op. De schoenen zie je bijna niet. Terwijl, kijk, dit is super vet. Ik denk als je dit aan hebt op je verjaardag, heb je echt wel wow, een outfit. Ik bedoel, kijk. Die witte flarebroek van mij vind ik dan bijvoorbeeld veel mooier staan. Zo groot. Zo enorm. Nu wil ik heel graag jullie advies, maar als jullie het zien, heb ik mijn outfit al gekozen. Ik vind het jammer, want het is echt, ik vind het heel leuk, maar het is niet, past niet bij mij. Het is gewoon te gangster, zo'n broek. Super jammer, want hoe vet is dit? Het is echt heel leuk, maar ik vind het niet leuk staan. Snap je? Het is super cool. Nee, het is niet te leven hoor. Nee, maar het moet echt mooi zijn. Ik heb trouwens allemaal boodschappen van Albert Heijn voor... de soep, om boter te maken. Good morning, ik ben al de hele ochtend lekker bezig met versieren en haast wat boodschapjes en zo aan het doen. Kijk, dit schilderij. We kunnen geen niet-kinderachtige achtergrond vinden, maar... Lekker bezig, die ballonplakkers zijn echt vet chill. Deze van de Xenos zijn wat dikker, maar deze platten die erbij zaten zijn ook echt goed. Kijk, we hebben hier dus nog zo'n lelijke rand. Die valt nog steeds op, maar ik dacht, daar kan ik leuk die ballonnen aanplakken. En hier hangt een kattenballon en deze hangt. En die, alleen de helium doet het dus tot nu toe alleen maar in die folieballon. Deze viel na een paar uur naar beneden, dus ik wil nog folieballonnen halen. Die folieballon pakt dus niet met helium, geen idee waarom. Dus die heb ik hier opgeplakt, maar die ballonplakkers zijn echt super goed. Deze hangen alleen niet helemaal gelijk en zijn niet even groot, maar oké, die Hello 30. Ha gaat zo nog even zo'n touwtje halen, zodat we nog die lijst hier kunnen ophangen. En dan kan ik die gouden slinger daar weer mee verbinden. Hier hangt 30. Time to party. Hier nog een beetje echt lekker veel slinger. Super leuk. Dus lekker bezig. Oké, okay, dat is letterlijk al kort voor één. Ha is gelukkig lekker allemaal boodschapjes en zo. En toen is het bijna klaar. En ik heb even nog gewerkt voor YouTube. Dat moet ook. Allemaal dagvlogs. En nu ga ik kruidenboter maken. Zal ik het recept delen? Ik wil ooit heel graag een receptenboek met gewoon random allemaal dingen die ik heel vaak maak. Weet je wel? Dus niet een kookboek met alleen maar avondeten. Dat is helemaal niet mijn ding. Maar juist allemaal kleine gerechtjes die ik zeg maar... altijd wel weer gebruik of zo. Maar ik kan dit wel delen. Hoe maak ik hem? 1 kilo boter. Ik vind die van de Aldi altijd heel lekker. Maar ik heb nu Campina grasboter. Want het was een aanbieding en schilde weer dat bezorgd werd. 80 gram peterselie, 20 gram dille, 40 gram bieslook, 12 tenen knoflook staat hier. Maar ik doe gewoon echt iets van 5 knoflookbollen. Ik hou van knoflook. Ik ga er eventjes 5 malen, zeg maar. En dan haal ik het eruit, zodat ik het op het eind... er nog bij kan doen. Want ik heb in de zaak ook wel eens gehad dat je dan veel te veel knoflook had. En dan kan je het dus niet meer weghalen. Dat is zonde. Deze bollen, nogmaals, tip. Dirk heeft het Lidl onder andere. 2 keer snijden, je haalt het schil eraf en je bent klaar. Het is geweldig. En 12 theelepels citroensap. En dan gebruik ik gezouten roomboter. En als het goed is, krijg je dan een hele lekkere kruidenboter. Ik had het recept nog teruggezocht bij mijn recepten van 35. Dus ik hoop dat het klopt, want soms... Kijk, de ene keer was hij lekkerder dan de andere keer. Dus ik hoop dat ik het goede recept heb, maar het is sowieso lekker. Oké. Okay. En de lounge wordt dus vandaag verzorgd. We hebben geen idee wanneer, maar begin van de middag zeiden ze. Net even de vriezer een beetje geordend dat we echt zo'n leuke la hebben met allemaal ijsje. Nu komt er gewoon vlog aan mijn camera, maar oké. Het zal wel. Lekker, al komen er bijna geen kinderen, maar allemaal ijsjes die ik heb gekocht. De citroen op drop, masa mango. Ook nog wat ijsjes die we nog hadden. En heel lekker.
taxi knetterijsje. Zo'n lekker laagje met ijs. Love it. Nou, zorg er sowieso altijd voor dat je je boter op tijd lappen van tevoren uit de koelkast haalt. Dan is hij veel makkelijker te kneden. Had ik al verteld dat ik dit had gekocht om te testen in een video. Dus Nicole wil ik dat eigenlijk doen. Maar oké, dan ga ik eventjes die knoflook. 5 malen lang leven Maggi mix. Je hebt natuurlijk ook die kleinere bakjes die je erin kan doen. Maar ik doe het met de grote. Ik denk dat ik de boter ook ga malen. Vroeger kneed ik alles met de hand en dat vond ik wel heel lekker. Maar ik ga eventjes voor de luiere manier en dan mix je alles ook wel heel goed. Dus ik denk dat ik eerst knoflook, dan kruiden, dan boter en dan is het eigenlijk al klaar. En ik ga denk ik geen boterrol maken. Dat was bij 35 handig, maar nu niet per se. Ik ga denk ik gewoon een lekkere kuip of bak met boter maken. Gebruik mijn Maggi Mix veel te weinig, maar still love it. Ik heb altijd dat soort aankopen iets van ja, je kan het wel pas kopen als je het echt nodig hebt in je leven. Maar het gaat zo lang mee. Zo'n apparaat, de garantie is zo goed. Dus denk ik, waarom koop ik het niet nu? Want iedere keer dat ik het gebruik, heb ik er profijt van. Dus dat is waarom ik wat gekocht. Geweldig. Ik denk dat ik de peterselie van met veel doe. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, ik hak wel even het ergste kontje erop. En dan even wegen. Ter. Ik moet 80 gram hebben. Dit is ja, 40, dus precies 2 pakjes. Dit is echt heel fijn. Grof is ook lekker hoor, maar ik ga even voor helemaal fijn. 20 gram dille maar. Dille is dus een beetje het geheime recept eigenlijk, want heel veel mensen doen dat niet door kruidenboter. En het grappige is, ik hou helemaal niet zo van dille. Dille bij zalm en zo vind ik eigenlijk echt helemaal niet lekker. Dit is al 20 gram. 40 wieslook. We hebben dus ook wieslook in de tuin, maar... Ik heb dus maar 1 biesloop besteld. Ik heb het idee dat ik het fout heb gedaan. Oh nee, want ik dacht ik haal ook wat uit de tuin. En dan nog 12 theelepels citroensap. Dat doe ik eigenlijk gewoon een beetje op gevoel. Niet te zuur worden. Oké, ik doe er nog 1 biesloop bij en dan malen. De biesloop bloeit. Oké, dat was een praatje met vader van de buurman, random. ik heb niet gewogen, maar het zal wel goed zijn. Nou, even kijken of het wat wordt als ik de boter er gewoon bij doe. Het is eigenlijk zo makkelijk, bizar. Als je geen Maggi mix hebt, ben je gewoon 1 uur bezig. Ik denk nog de eerste keren dat ik dips en zo ging maken. Toen ik al die keukenmachines en zo nog niet had. Jeetje, wat een werk. Wel leuk ook hoor. Lekker met de hand. Oh, deze boter gaat heel lastig. Nou ja, heel lastig. Een beetje, die blijft heel erg plakken. Laten we even kijken of dit werkt. Ja, het gaat wel dit hoor. Als je trouwens de boter er koud uithaalt uit het folie, dan is het veel handiger. Maar ik heb het nu gewoon zo gedaan. Oké, nou, we zijn al bijna klaar. Heerlijk, deze keukenmachine. Oh, dat ziet er heerlijk uit. Ook zo'n mooi groen. Zo lekker, niet normaal. Ja. Oh, nice. Wat handig. Oké. Okay. Dit is al in elkaar, super chill. Huh? Oh, je bent er al. Ik ging de trap ging halen. Gewoon al in elkaar gezet van de trap. Super handig. Kleuningen denk ik. Oh, en dit zijn de onderkanten. Maar wordt het heel makkelijk om in elkaar te zetten. Nog wel zetten. Nog één? Hij lijkt zwaar omdat jij hem nog vast hebt. Een cocktailtje voor de hardwerkende man. Het is echt heel makkelijk. Het is heel handig, omdat we deze tafel hebben, zitten we gewoon allebei aan 1 kant. Schroeven erin draaien en klaar. Maar kijk wat een chaos het hier is. Oh my god. Oh, dit is piepschuim. Moet je speciaal daarvoor naar het grof vuil. Nou, een paar uur later. Het was echt niet heel moeilijk, maar het kost natuurlijk wel veel tijd. En hij staat. Echt zo leuk. We gaan meteen ons eerste keer eten doen. En terwijl ik eten heb gemaakt, heeft Hadi box meteen al in elkaar gezet. Dus wat een verschil. Kijk, lekker eten buiten. Zo lekker. Ik ben helemaal blij mee. Het zit ook super chill. Nog lekkerder dan in de showroom eigenlijk. En we hebben die kleedjes hier dus zo ondergelegd. Oké, jongens, ik ben echt zo lang bezig geweest met editen van deze week vlog, niet normaal. Maar hij is dus meer dan 1,5 uur. Dus ik ga hem in 2 splitsen. De vorige week heb ik dus meerdere vlogs gemaakt. Dat was niet echt een succes, merkte ik. Maar ik ga geen vlog van 1,5 uur plaatsen, dus ik verdeel hem in 2.
Dus donderdag om 4 uur komt deel 2 van weekvlog 208 online. Met dus vrijdag, zaterdag en zondag mijn verjaardag. Wordt zo leuk. Duurt het ook nog iets van 40 minuutjes. Dus ga die ook zeker kijken. Duimpje omhoog voor deze vlog. Vergeet niet te volgen op socials. Laat een leuke reactie achter. En ik heb linkjes in de beschrijving gezet als het goed is. Affiliate linkjes. Love jullie allemaal. Bedankt voor de support. En tot snel bij de vlog of op socials verder. Bye!